de traditionele processen die we doorlopen. Dan maken wij altijd het plan. Dat werken we ook helemaal uit tot in details. En op dat moment gaan we ook pas op zoek naar een uitvoerende partij die dat voor ons eigenlijk zo financieel gunstig mogelijk gaat uitvoeren. En bij deze innovatieve procesaanpak hebben we dat dus niet gedaan. En hebben we echt de markt gevraagd om de plannen te maken. We vonden het belangrijk om het uitvraagtraject zodanig te formuleren dat het zeg maar zowel vanuit de partij die de vraag stelt een goed traject zou zijn, als ook dat het een goed traject zou zijn voor de mensen die zich inschrijven voor zo'n traject. En daarom hebben we de begeleiding gezocht van Slim Renoveren. Wij hebben zowel voor corporaties werken wij als adviseur, maar ook voor bouwbedrijven in dit soort uitvragen. Dus wij kennen in verschillende trajecten van twee kanten van de markt kennen wij de ins en outs. We zijn eigenlijk begonnen met dat we drie doelstellingen hadden geformuleerd die we wilden verbeteren binnen het hele proces van groot onderhoud. Dat was met name de bewoners tevredenheid en hun betrokkenheid bij het totale proces. Faalkosten wilden we naar beneden brengen van het totale proces. Geen dubbelingen meer, geen onnodige fouten. En tot slot ook nog het principe van afspraak is afspraak en planning is planning. Het laatste half jaar is er daar nog eigenlijk een vierde bij gekomen. Dat is vanwege eigenlijk de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de corporaties, is dat we kritisch moeten gaan kijken van wat doen wij nog zelf en wat laten we aan de markt over. Nou, er was vanaf het begin van het project, vanaf het moment dat het aangekondigd werd, al wel heel veel interesse. Bij de kijkdag waren zo'n 100 geïnteresseerden aanwezig van verschillende bedrijven. En voor sommige bedrijven was het wat nieuw, een aanpak zoals deze. Maar in ieder geval vonden ze het wel allemaal heel leuk dat al heel vroeg in het proces om hun kennis en ervaring werd gevraagd. We hebben gezegd van maak nou naar aanleiding van wat je ziet tijdens die kijkdag een sollicitatiebrief. Waarin je duidelijk aangeeft waarom jij een goede partij bent om zometeen een antwoord te geven op de vraag die wij stellen. De vraag ging ook over van wij hebben een beperkt budget daarvoor beschikbaar. Hoe zorgen we ervoor dat die bewoner die centraal staat, dat die ook zo goed mogelijk bediend wordt door de partijen die daarvoor in aanmerking willen komen? We wilden de bewoners meer betrekken bij dit groot onderhoud. Dat hebben we nu ook gedaan. Maar we hebben eigenlijk die klankbordgroep ook gevraagd om mee te denken en mee te kijken bij de keuze van de aannemer. Vanuit die klankbordgroep zijn er eigenlijk 3 of 4 actieve bewoners opgestaan. En die zijn bij die hele selectierondes die we hebben gehouden, zijn zij ook aanwezig geweest. En hebben ze ook kritische vragen gesteld om voor zichzelf een beeld te vormen van welke aannemer past nou het beste bij ons. Er waren 10 bouwers uitgenodigd om te presenteren. Er zijn er 3 uitgekozen. En die 3 bouwers die zijn met een heel team aan de slag gegaan om een plan te maken. Dat is een voorlopig ontwerp geweest en dat is een definitief ontwerp geweest. En in die verschillende stappen hebben we de plannen zeg maar ook beoordeeld. En uiteindelijk is de eindbeoordeling op het DO gemaakt. En daar is de beoordeling voor de Bond van Hulten uitgekomen. Nou, wat ik heel mooi vond aan dit proces is dat uiteindelijk in het programma van eisen en wensen is gebleken dat de wensen die Wonen Breeburg had en de wensen die bewoners hadden toch heel grotendeels op één lijn zaten. Als er kritische vragen gesteld werden door bewoners tijdens andere bijeenkomsten, dat we ook merkten dat de mensen vanuit de klankbordgroep ook een soort ambassadeursrol vervuld hebben voor het project. En ook duidelijk gemaakt hebben waarom we op bepaalde momenten bepaalde keuzes gemaakt hebben. En dat is een rol van de klankbordgroep die ik ook erg waardeer dat ze die op zich genomen hebben. Wat ons betreft lag de uitdaging in deze uitvraag lag hem in dat er zitten koopwoningen tussen. Dus dat die woningen echt nog jaren mee moeten gaan. En we hebben nu maar een beperkt budget. Dus wat gaan we doen in die woning? Daar lag voor ons de uitdaging aan deze vraag. In dit traject zijn we op zoek gegaan naar meer creativiteit en meer kennis en ervaring. Om dat al vroeg in het traject in te zetten. Zodat je daar in de planvorming eigenlijk al profijt van kunt hebben. Iedereen heeft er met veel plezier aan gewerkt. En daarnaast was het nu, omdat het de eerste keer was, heeft het ons relatief veel tijd gekost in de voorbereidingen en hoe de uitvraag gaat en hoe stellen we onszelf op. Maar ik denk als je hier jezelf wat meer handigheid in geeft en wat meer tools om ermee te werken, dat je daarin duidelijk een efficiëntieslag kan maken. Ik denk gegeven de bezuinigingsopgave die er is, dat we zeker deze weg in moeten slaan.